Hey, ik heb een heerlijke aardappelgratin gemaakt vandaag met truffel. Dus sla hem op, want deze wil je maken. 50 gram boter heb ik in een pannetje gesmolten en heb ik er ongeveer 30 gram bloem aan toegevoegd. Dat zijn drie eetlepels. Roer dat dat in geheel wordt en dan voeg je er ongeveer 400 ml melk aan toe. En 75 à 100 gram kaas. En dan is het een kwestie van tijd en goed roeren, want de kaas moet smelten en het mag best wel een beetje een dik sausje worden. Ik heb er nog zout bij gedaan, peper, knoflook en dan de truffelpasta. Ik heb één potje gewoon erheen gedaan, want ik vind het lekker. Meestal doe ik er ook nog truffelolie overheen. En dan gaan we bouwen. Je legt eerst een laagje aardappel. De helft van de saus gaat erover. Een laagje aardappel. En dan de rest van de saus. Ik heb een beetje kaas erover gedaan. En twee tenen knoflook. Fijn gehakt. Maar je kunt er natuurlijk op gooien wat je wil. Vers kruiden, rozemarijn, tijm, et cetera. En die gaat dan in de oven ongeveer 50 minuten op 175 graden. Hele rare manier van broccoli koken dit. Ik zag het op TikTok. Dat doe ik echt never nooit meer. Do not recommend. Maar het eten was super lekker. Volg voor meer. Ciao, ciao.